22 dames aan de start. Nancy Bober duikt als eerste het veld in. Maar al bij de eerste passage op de Waaiberg versnelt Sanne Kant. Op korte afstand volgt Ellen van Looy en veterane Hilde Quintens. Technisch ziet het er allemaal prima uit bij Kant, ook in de afdaling van die Waaiberg. Bij Ellen van Looy iets minder. Zij komt zo vroeg in de wedstrijd al ten val. Aan het eind van de eerste ronde lijkt de wedstrijd zo al beslist. Sanne Kant met dan al een voorsprong van een halve minuut op Quintens, van Looy en iets verderop ook Van der Beke. Van Looy heeft voorin het meeste moeite om recht te blijven. Zij komt een tweede keer ten val en zal niet meer meestrijden om de medailles. Ook Van der Beke glijdt wat later uit. Het is een glibberige omloop met alle gevolgen van dien. Sanne Kant trekt er zich allemaal niks van aan, nog altijd maar 21 en een hele wedstrijd foutloos. Ze komt afgetekend over de streep met meer dan anderhalve minuut voorsprong en is voor de derde keer op rij Belgisch kampioene. Zoals ik voor de wedstrijd heb gezegd, ik wou de eerste ronde op kop zitten en zo rap mogelijk doorgaan. En ik denk dat we aan de eerste of de tweede afdaling kwamen, dat ik de spiegel hoorde zeggen dat de tweede viel. Dus ja, dan was het voor mij gewoon rijden en dat heb ik gedaan. Van der Beke behaalt ondanks haar val toch nog een tweede plaats, een overwinning op zich. Hilde Quintens behaalt brons.